Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Zoals ik in de afgelopen vlog van dinsdag heb gezegd, zou ik nu dus vrijdag nog een vlog online zetten. En dat is deze. Het is vandaag donderdag. Ik ben naar de fysio geweest vanmorgen. Het ging allemaal goed. Het ging allemaal, goed. Wel met pijn, maar het ging wel oké. Ik heb trouwens Rio bij me. Hallo Rio. Dus dat ging allemaal prima. Ik heb geen corona, jongens. Ik heb gewoon slijm in mijn keel. Ik heb geen zakken, dus hoe ga ik dit meenemen? Dan maar zo. In ieder geval dus vanmorgen bij de fysio geweest en daar nog een stukje wezen wandelen. Eigenlijk gewoon zeg maar een iets verlangendere route naar huis. Ik had geen zin om nog extra te gaan wandelen, maar ik dacht, weet je, ik ben er toch mee gaan lopen naar de fysio. Dat is een half uur lopen van huis vanaf. En toen heb ik dus op de terugweg een hele omroute genomen. Omdat dat gewoon, ja, ik had gewoon zin om even te bewegen. Want je zit toch alleen maar thuis in verband met het coronavirus. Dus ik dacht, even lekker wandelen. Zoals jullie afgelopen dinsdag hebben verteld. Ik heb natuurlijk afgelopen dinsdag heb ik een onderzoek gehad in het ziekenhuis. En daarmee hebben ze dus een soort kalk naar binnen gespoten, zodat ze mijn darm konden zien. Maar die kalk zit er bij mij dus nog steeds. Dat is niet de bedoeling. Normaal hoor je die ter plekke gelijk gewoon lekker uit te kunnen poepen, om het zo te zeggen. Gewoon, ja, het is gewoon zo. Dus ik ga er ook niet moeilijk over doen. Maar dat was bij mij dus niet. Ik zit jullie hier. Dat was bij mij dus niet het geval. Het heeft mij wat meer moeite. En het ging allemaal even wat lastiger. En wat rotter. Dus ik heb die kalk nog steeds in mijn lichaam. Maar die kalk, die wordt hard. En als dat in mijn darm blijft zitten, dan heb ik straks stenen darmen. Nee, daar word je ook niet vrolijk van. Dus het zit er nog steeds in. Het is er nog steeds niet uit. En ik heb heel veel pijn. Dus ik heb vanmorgen mijn werk gebeld, Bestflex. Want ik moest eigenlijk dus vandaag, of vanmorgen, moest ik werken voor een ochtendje in Rome. Daar heb ik allemaal geen probleem mee. Maar, en ik ben verkouden. Ik hoest hier en daar wat, maar ik denk dat het gewoon puur slijmophoping is. Dus dan mag ik eigenlijk al niet eens van de overheid. Maar Bestflex, het uitzendbureau, zegt van ja, maar hallo. We hebben jullie wel hard nodig. Dus we mogen dus alleen thuis blijven bij koorts. Maar ja, als dat darmonderzoek gewoon goed was gegaan. En er was verder niks meer aan complicaties geweest. Oftewel, mijn darm was gewoon leeg geweest en goed geweest. Dan had ik gewoon gaan werken. Maar ik heb vanmorgen opgebeld. Ik heb ze gewoon uitgelegd van ja, weet je. Ik vind het nu van belang dat ik gewoon ga laxeren en ja, maar dingen ga doen om het leeg te krijgen. Want dat kan dus nu nog steeds niet. Het is nog steeds. Ik heb de hik. Het is nog steeds niet leeg. Dus ik heb de keuze gemaakt om af te bellen. Hun hebben gaan vervanging regelen. En weet je, ze waren er niet blij mee. Ze vonden het niet leuk dat ik afbelde. Maar ja, ik denk mijn gezondheid gaat op zo'n moment gewoon voor. Ik ben niet vies van werken, ik wil graag werken, maar één, ik kijk niet uit, want ik ben best wel vatbaar voor coronaziektes. Ik wil mij niet zielig gaan doen, maar ik ben een longpatiënt. Ik ben een longpatiënt, dus de kans dat ik snel iets krijg is bij mij heel erg groot. Dus daar wil ik ook voor uitkijken. Nu met mijn darmen, jongens, mijn hele buik doet zeer. Ik heb gewoon een stressbroek aan. En een idioot oma onderbroek die echt tot je navel zit. Omdat dat gewoon lekker zit voor mij nu. Ik wil geen strakke dingen aan. Wat ik zeg, ik heb nu gewoon een soort namaak leren stoffen broek aan die gewoon lekker wijd is. Zit gewoon lekker. Zit lekker makkelijk. En kost voor mij zo min mogelijk pijn en moeite. Dus ja, ik ga een kopje thee zetten. Dat ben ik nu trouwens aan het doen. Mocht je de herrie horen. It's me. Ik wou net koffie en toen dacht ik, nee, ik ga gewoon lekker een kopje thee zetten. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Dus ja, ik zou morgen eigenlijk een ochtendje werken, alleen nu niet. Heel erg jammer. Ik vind het ook jammer. Wat ik zeg, ik wil gewoon graag werken. En ik voel me op zo'n moment, voel ik me dan heel erg schuldig tegenover hun. Ik denk van, ja, weet je, ze verwachten wel van je dat je werkt. Maar ik bel dan weer af. En dat klopt, want afgelopen weekend had ik koorts. Toen kon ik niet, toen mocht ik niet eens. En nu zit ik met mijn darmen in. Maar wat ik zei, weet je, als mijn darmen gewoon goed waren en ik had dat spul gewoon ter plekke op de röntgenafdeling uitgepoept, was er niks aan de hand. Maar dat is nu dus wel het geval. Even de zuiger pakken.
vandaar dat ik nu gewoon heel voorzichtig ben. En ik doe ook verder niks. Ik loop heel veel in huis. En verder slik ik heel veel laxerende medicatie en pijnmedicatie. Om het toch een beetje te verlichten. De pijn vooral. Maar dat wil allemaal niet echt werken. Het moet er uiteindelijk ook gewoon uit. En ik heb het idee. Ik ga niet zwart denken. Maar ik heb het idee dat het nu al gewoon steen is. Aangezien ik het vanaf dinsdag al in mijn darm heb zitten. En het er nu nog steeds niet uit. Dus ja, je weet het niet. Voor hetzelfde geld is dat niet het geval. Dan zou ik heel blij zijn. Maar ja, ik gok het wel. Ik ga even de cavia's wortel geven. Vinden ze vast lekker. Timmetje. Timmy. Tim. Hier, wortel. Hij is heel voorzichtig. Doetje. Hier. Wortel. Daar gaat de wortel. Oh jee. Gevallen. Oh, laat je het nou vallen, Doetje. Ja. Goed vasthouden. Wie hebben we nog meer? Kijk, we hebben hier nog 3 cavia's zitten. We hebben echt een cavia mansion hier zo. Boris. Hier. Pip. Lexie. Goed zo. Nou ja, hun hebben in ieder geval de wortel. En dan willen er natuurlijk nog 3. Want we hebben in totaal 9 cavia's van de 1 jaar de dierenarts is. Waar is Lexie? Kees, wacht even. Kees, kijk dan jongens. Die is voor Lexie. Heb je nou de wortel van Lexie? Ettenbak? Nou, kijk eens Noah. Jij nog een wortel. Timmy, je mag niet afpakken van een ander. Keesje bedoel ik. Nou, allemaal lekker voorzien van een worteltje. Ik niet. Ik ga aan mijn theetje. Maar echt jongens, het is echt ongelooflijk. Ik ben een livestream van jullie aan het kijken. Die heb ik trouwens nou even uitgezet. Daar is ze weer. Ik ga de livestream even volgen. Tot niks doen. Goed, ik kan me niet eens meer herinneren wat ik voor het laatst heb gefilmd. Maar in ieder geval, het is avond. Ik heb avond gegeten. En ik heb lekker een sapje. Ik heb hier alleen mijn lampje en daar. En mijn telefoon is daar met oplader enzovoort enzovoort. Want ik heb super veel buikpijn jongens. En dat komt waarschijnlijk nog steeds. Omdat die kalk in mijn darm zit. Ik heb vandaag gelaxeerd met nog een paar tabletjes die ik had. Het heeft niet echt gewerkt. Maar ik ben naar YouTube aan het kijken. Mijn telefoon is hier. Ik ga zo even lekker met de meiden bellen. Oh, ik wil hem niet draaien. Dat is wel echt vervelend. Ik dacht dat ik hem verder had gedaan. Niet dus. Dat is wel weer even jammer. Nou, aan de andere kant zetten. Zo kan het wel. Dus nee, ik ga zo lekker met Ash en Natuska bellen. Misschien neemt Chantal ook een keer op. Die heeft de afgelopen tijd neemt ze steeds niet op. Ik weet niet waarom. Ik heb geen idee. Maar ik ga ze wel even lekker bellen. En lekker YouTube kijken. Mijn gemakje houdt op heel veel pijn. Dus hopelijk komt het nog ergens een beetje goed. Dan wordt het wat minder. Want daar zou ik wel blij mee zijn. Ik heb gratis live muziek. Oh nee, ik ben lekker aan de koffie. Ik heb koffie gezet. Ik heb me lekker omgekleed in chill kleding. En ik zit YouTube te kijken. Ondertussen ben ik lekker aan het praten met die best friend.
En ik ben lekker met Ash aan het kletsen. We hebben gewoon ouwe hoeren. Het gaat nergens over. We hebben niks te doen. We hebben nergens zin in. We hebben niks mee te maken. Dus we willen er gewoon wat af. We hebben niks te doen. Dat is het hele probleem. We hebben niks te doen. Dus daar gaan we elkaar lastig vallen. Want ja, dat is tegenwoordig het ding wat je doet als je verveelt of zoiets. Denk ik. Geen idee. Maar in ieder geval, ik heb koffie. Daar ga ik lekker van genieten. En ik denk dat ik lekker verder een chill avondje houden. Ik heb geen zin om beneden te gaan zitten. Dus dan blijven we lekker boven. Great! Goedemorgen. Het is zaterdag. Oh. Mocht je denken, wat is er aan de hand? Er was niks aan de hand toen ik opstond. Ik ben net lekker gaan douchen, zoals je kan zien. Mijn haar is nog nat. Alleen toen ik onder de douche stond en mijn haar stond, was ik denk dat ik iets verrekt heb ofzo. Maar mijn hele nek aan de linkerkant doet helemaal zeer nu. Aan de achterkant. Maar als ik dus de verkeerde kant op draai, doet mijn hele hoofd zeer. Ach, ik heb nog de hik ook, maar fijn. En mijn arm doet zeer. Mijn dat gaat dus niet. Mijn linkerarm doet zeer als ik beweeg. Dus ja, ik weet niet wat het is. Maar ik moet een beetje voorzichtig zijn vandaag. Kijk, dit gaat op zich allemaal wel. Maar zodra mijn nek of mijn hoofd mee beweegt die kant op. Oh, dat doet zo'n zeer. Maar goed, geen idee waar dat vandaan komt. Dus het wordt een beetje een stijvige vlog. Ik wil ook sneller mijn nek mee bewegen. Maar dan denk ik van, oh wacht, dat gaat niet. Dus het wordt een beetje een rare vlog. Maar, ja. In ieder geval ben ik dus wakker. Ik ben aangekleed. Ik ben gedoucht. Ik ga zometeen even een paar dingen naar mijn opa en oma brengen. Vervolgens ga ik nog eventjes Ash iets brengen op Akkers. Want die had ik gisteren voor haar gehaald. En dat vindt ze wel fijn om ze zo mogelijk te gebruiken. Oh, dus dat ga ik zometeen brengen. Ik ga zo nog even eten. Ik ben trouwens al aangekleed. Ik ga het jullie even letten. Oh jongens. Het is echt killing. Echt heel veel zeer. Maar goed. Dit heb ik aan vandaag. Ik weet alleen niet, waar is mijn bedeltje gebleven? Oh, ik kan mijn hoofd ook helemaal niet naar voren doen. Au. Oh my god. Hey. Oh hier. Nee, niet. Nou, die vind ik zo wel weer. In ieder geval, deze trui heb ik aan. Ik heb een zwart topje eronder. Blauwe broek. En mijn witte Nike's. En dat is het. Verder niks bijzonders of zo. Ik ga zo even mijn skincare doen. En dan ga ik eten. En dan ga ik daarna even naar Akkerhof toe. Oh, mijn nek, jongens. Oh, doe zozeer. Goed. Mijn gezicht gaat over mijn gezicht. Mijn nek gaat steeds vaster zitten. Ik sta nu gewoon van ellende zo. Mijn moeder heeft mijn nek ingesmeerd. Niet dat het nu al iets heeft gedaan, maar het doet gewoon heel veel zeer. Dus ik sta echt serieus zo met mijn nek. Omdat ik hem niet kan bewegen. Dit staat nu wel allemaal strak, maar ik kan hem. Ik kan mijn nek niet die kant op bewegen. Dus ik probeer hem wel een beetje te bewegen. En ik probeer deze schouder zoveel mogelijk slap te laten hangen. Want als ik kracht op deze arm of schouder zet, dan voel ik het in mijn nek. Maar goed, ik ga tanden poetsen, dat moet ik nog dus doen. Ik kan niet eens meer praten. En voor de rest ga ik nog even een filmpje kijken. En kijken of er nog iets gebeurd is op mijn... Het is echt die twee, je hebt twee spieren in je nek. Die dus naar je schedel lopen, vanaf je ruggenmerg naar je schedel. En die linkerspier, die doet zeer, dat is het dan. Dus ik moet ook wel een beetje uitkijken. Ash heeft me gebeld. 5 keer. Ben benieuwd. Goed jongens, het zonnetje schijnt en ik loop buiten met veel pijn in mijn nek en scheef hoofd. Beetje krampachtig, maar ik loop wel buiten. Dat hou ik me echt niet tegen, ik ga echt niet binnen blijven. Ik ga even een stukje lopen en ondertussen dan is Ash ook onderweg naar Akkerhof. En ja, breng ik haar dus de druppeltjes die ik voor haar heb.
En daarna breng ik gelijk een paar spullen naar mijn opa en oma die ze moesten hebben. Daarvoor zit het in een plastic tasje en dan kan ik het aan de deurkruk hangen. En dan loop ik weer weg, want ja, je wil geen gevaar lopen dat we iets oplopen of krijgen. Ik loop hier wel echt heel erg debiel met mijn hoofd scheef hoor. Maar goed, beter iets dan helemaal niet. Ik doe wel even de andere hand vloggen, dan kan ik deze meehouden, want dat doet zeer. Dus ja, in ieder geval een stukje aan de wandel. En dan zometeen nog even naar mijn opa en oma toe. Toppie! Het is in ieder geval heerlijk weer. Ik heb gewoon een trui en een grijze een lange vest erover gedaan. Het is heerlijk weer, jongens. Als je zegt van ja, ik zou me toch wel een jas doen in verband met de koude wind. Maar ik vind het meevallen. Ik kan veel hebben de laatste tijd. Dus ik zeg helemaal top. Ik wil eerst een sjaal aan mijn nek doen in verband met mijn nekpijn. Maar ik dacht, nee, vast niet nodig. We gaan in ieder geval even lekker een stukje lopen. Goed, het waait hier een beetje op de oppervlakte, maar ik heb dus de spullen van mijn oma in een tasje zitten en ik heb bloemen voor haar gekocht. En voor mezelf. Dus ik ga ze zo meteen geven aan de deur. En dan gaan we voor het keukenraam weer kletsen. Want we hebben toch niks te doen. Dus ik ga gewoon voor het keukenraam staan kletsen van buiten naar binnen en van hun van binnen naar buiten. Ben het bijna. Niks in de hand en ik ging douchen en ik weet niet, ik deed iets om mijn haar te wassen en ik hoorde dus dan hadden we het zeer nou hier. Die heb ik ook gedaan, mama heeft ingesmeerd. Oh nee joh. Het is weg. Oh, nou maak het uit. Waar is die dan? Die oh, dikke. Ja, nee, de slaapkamer. Ja. Ik wil allemaal steentje naar beneden. Ja. Aha. Hallo. 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 Ik heb bloemen voor jullie. Hier, in het tasje, kijk.
Dus ja. Ik ben inmiddels thuis. Ik heb weer spiegeling in mijn bril. Maar ik ben dus weer thuis. Ik ben even alles aan het opruimen. Ik heb de keuken beneden helemaal schoongemaakt. Helemaal gepoetst, aangepoetst, kastjes gepoetst. Alles helemaal schoon. Maar aangezien ik toch niet veel te doen heb, dacht ik, ik ga lekker even met een paar kussen onder mijn nek. Dat gaat niet. Even een beetje liggen. En dan wil ik wel een beetje rechtop gaan liggen, dus dat ga ik zelf goed leggen. Maar dan ga ik lekker tv kijken. Ik heb mijn telefoon bij de hand. Nu kom ik dus niet meer overeind. Top! Ik heb in ieder geval mijn telefoon bij de hand. En ik heb een zakje zwartbitjes, zo'n mojaksnoepjes meegenomen. En ik ga gewoon even chillen, want mijn nek doet zoveel zeer. Ik heb met zoveel moeite er net gegeten. En de keuken schoongemaakt. Maar goed, het is schoon. Vraag me niet hoe. Maar het is wel echt heel eventjes naar dit. Ik heb ook nog nooit zo heel erg... Ik heb wel kramp in mijn nek gehad, maar nooit zoveel pijn. Dat het overal heen straalt. Maar goed. Dit is wat het is. Ik ga proberen overeind te komen in 3, 2, 1. Oh. Ik hou mijn nek er gewoon vast nu dat hij eraf valt, maar... Doet echt zeer. Maar goed, in ieder geval. Ik heb trouwens bloemen gekocht daarnet. Ik heb een bosje aan mijn oma gegeven. Ik heb mijn moeder een bosje gegeven. En zelf heb ik hier ook een schattig klein bosje staan. Het is trouwens een set ik voor mijn bureau. Ik ben er super, super blij mee. Er staat dus een bosje bloemen. Die ik elke keer wel weer wil gaan vernieuwen. Ik vind de tafel toch wel leuk staan. Er staat een kaars, spiegel, telefoonhouder, lamp. Een klein nepplantje hier zo. Mijn agenda ligt hier en mijn beker staat daar, omdat ik, ja, die staat daar wat mij betreft gewoon prima eventjes. Ik zit toch niet aan mijn bureau nu. Dus, maar kijk, ik heb dus samojaksnoepjes bij. En mijn telefoon hier, dan kan ik lekker kasten naar mijn tv. Lekker kijken en doen. En even mijn gemak houden, want mijn nek, oh man jongens, dat is echt niet chill. Ik ga dit ook allemaal even lekker rechtop zetten. Zo denk ik. Deze er dan voor. Ik denk dat dat het beste is. Deze ervoor. Dan deze hier. En dan deze er tegenaan. En ik denk dat ik het zo wel, want dan kan ik hier mijn nek op rusten. Dus ik denk dat ik het zo wel moet redden. Dus dat gaan we gewoon doen. Die kant op en ik ook die kant op. Goed, ik lig inmiddels in mijn bed. Maar dit ligt ook niet zo heel erg comfortabel, want ik sta nu juist mijn nek in de knik. Te zetten. Ik zou eigenlijk aan de andere kant moeten gaan liggen, dus dat ga ik gewoon proberen nu. Mijn nek blijft ook gewoon zo staan, dat ik alleen maar zo mijn nek hou, omdat het pijn doet. Auw. Oh, ik kan mijn nek niet zo doen. Oh my god. Ik wil wel echt zo gaan liggen, want anders kost het me juist mijn nek. Mijn hele nek is gewoon stijf. Maar ik wil op mijn rechterzij gaan liggen. Mijn nek blijft gewoon zo, hè jongens, ik zweer het je. Deze onder me. Schouder. Kijk, nu ligt mijn nek dus. Aan de andere kant gekanteld. Auw. Doet wel even zeer, maar ja, beter dit. Dat het stijf houden. Dus ja. Goed. Ik sta in de badkamer en jongens, mijn... Hele nek staat vast. Ik kan helemaal niks. Ik kan niet naar links, naar rechts, naar beneden, naar achter. Ik kan helemaal niks. Zo ziet mijn hoofd er nu uit.
Ik loop ook echt schuin. Als ik recht loop, ziet het er zo uit. Kan niet goed zijn. Ik kan mijn nek niet, mijn hoofd niet draaien. Ik kan echt helemaal niks. In ieder geval, ik ga even heet douchen. Elke keer als ik pijnschuiten krijg, zit het hier achter in mijn hoofd. Hier. Hier zo. Maar dan wordt het ook zwart voor mijn ogen. En dat kan niet helemaal kloppen, heb ik het idee. Dus ik ga heet douchen. Ik ga nu onder de douche. Even kijken, want ik kan niks zien. Ja. Ik ga de douche aanzetten. Ik ga hem heet zetten. Ik ga me omkleden. Heel voorzichtig, want ik kan ook mijn linkerarm helemaal niet oplichten. En ik slik ook heel moeilijk, omdat mijn hoofd helemaal naar achter zit. Normaal slik je zo. Maar dat kan ik niet. Dit is echt niet goed, jongens. Ik hoop dat het morgen minder is, anders ga ik maandag echt naar de huisarts. Want dit is echt niet goed. Goed, goedemorgen, jongens. Ik heb net een kleine verbouwing aan mijn kamer gehad. Ik moest namelijk bij de bakker wezen hier onder mijn bed en daar kwam ik dus niet bij. Dus ik heb mijn bed weer zo gedraaid, want nu is er wel heel veel loopruimte hier. Aangezien alleen mijn tv hier staat, mijn bureau daar staat. Met de lampen erop. Ik moet zeggen, ik ben er blij mee. Ik vind het allemaal leuk staan zo. De staande lamp staat daar aan de hoek. Ik sta daar nog een lampspiegel. Kaarsje, bloemen. En ik heb hier op zich ook gewoon nog prima ruimte. Ik kan dit helemaal naar achter. Dus dat is helemaal top. En joh, jongens, zo vaak zit ik niet meer aan mijn bureau. Mijn nek daarentegen zit nog steeds vast. Dat is wel een minpuntje. Tenminste, hij zit nog steeds vast, maar aan mijn hoofd. Maar het zit niet zo heel erg lekker. Ik doe mijn raam even een stuk open. Even ventileren. Zo. Dus nee, het is, gaat met mijn nek nog niet helemaal lekker. Maar goed, daar houd ik het nu even lekker bij. Ik ga in ieder geval even naar beneden wat eten, wat drinken. En een beetje bijkomen, want... Oh, dit wordt al heel veel. En vanaf mijn maat wel insmeren, want dat werkte gisteravond wel. Dus dat is fijn. Oh, goed, jongens. Ik ben aangekleed. En ik heb een sjaal om mijn nek gedaan en het ingesmeerd. Want op zich, ik kan het redelijk bewegen. Nou ziet het er natuurlijk niet echt uit alsof ik kan bewegen. Maar ik krijg dus continu, ja, niet continu, maar wel regelmatig, in één keer een pijnscheut in mijn nek. Die dan vervolgens naar mijn schedel stijgt hierachter. Hier zo. Hier komt de pijn dan. En daardoor verstijf ik dan helemaal. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet hoe dat komt. Ik wil er ook heel erg graag vanaf. Maar goed, in ieder geval, ik ga naar beneden. Ik loop echt als een gremlin bij. Kijk hoe ik loop, jongens. Als de gebochelde van mijn Notre Dame loop ik. Ik moet ook gewoon rechtop gaan lopen. Dat is het beste. Gewoon rechtop gaan lopen. Misschien dat het dan iets beter gaat. Ik ga proberen me in de gaten te houden. Want ik loop al mijn hele leven krom. Maar goed. Ik ga bakken. Ik ga een cake bakken. Of brownies. Blonde brownies. Witte brownies. Dus dat ga ik doen. Dus ik ga jullie lekker meenemen naar beneden. Ik ga lekker een timelapse maken.
goed, ik ben weer boven. Ik heb lekker gebakken en het ging wel redelijk, met toch veel pijn in mijn nek. Maar goed, ik heb het overleefd. Ik heb mijn raam lekker de hele tijd open gehad, dus die doe ik nou weer lekker dicht. Ik doe deze even één omhoog, want die hangt ongelijk. En daar kan ik niet tegen. Nu hangt het wel gelijk. Ja, mijn mama heeft dus net weer mijn nek ingesmeerd. Ik heb gelijk mijn sjaal omgedaan, zodat het warm bleef. En ik ga nou even chillen op mijn bed. Ik heb niet zo heel erg veel te doen nu. Ik ben klaar met bakken, dus dat is allemaal gebeurd wat ik wilde doen. Dus dat is mooi. Ik denk dat ik even lekker tv ga kijken ofzo. TV staat toch hier op een mooie plekje, dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb trouwens net dit even allemaal uitgezocht. Ik heb deze zoutsteen hier gezet. En daar nog een lampje en daar nog mijn make-up spullen, aangezien ik nu hier zit. Ik heb hier mijn mandje gezet met mijn schoonmaakspulletjes. En hierin ligt mijn agenda. Maar hier ligt dus ook mijn kastje met al mijn make-up. Mijn schoonmaakdoekje, mijn oplaadkabel, alles ligt hier. Dus ja, ik ga tv kijken. Meer heb ik toch niet te doen. Dus ja. Let's go. We gaan lekker tv kijken. Goed, inmiddels heb ik avond gegeten. Mijn pa heeft mijn nek ingesmeerd, dus dat voelt alweer heel even iets lekkerder. Ik ga even douchen. En daarna ga ik lekker chillen. Lekker relaxen. Ja, ik ga even makkelijk kleding uit. Dit doet het hier van iedereen. Ik ga even makkelijk kleding uit de kast pakken. Even kijken hoor. Zodat ik in ieder geval wel iets chills aan kan doen. Maar wel makkelijk. Dat ik het niet heel moeilijk en pijnlijk over mijn hoofd moet gaan trekken ofzo. Daar zit ik dan weer niet heel erg op te wachten. Dus we gaan voor iets makkelijks. Even kijken wat ik ga pakken. En dan ga ik me lekker douchen en omkleden. Goed, inmiddels heb ik lekker gedoucht. De spiegel is toch ergens goed voor, want daar staan jullie niet bovenop. Maar dat is precies perfect. Maar ik ga een maskertje opdoen. En ik heb dit maskersetje gehad bij de Action. Ze hebben een chocolade die is bruin. Een aardbeien die is roze. Ze hebben een... Ik weet niet eens meer wat het was. Maar die is groen. En deze... Zoals je aan het tubetje kan zien, is dus blauw. Dus die ga ik opdoen en lekker laten opdrogen en dat zo lekker weer afhalen. Ik ben lekker YouTube video aan het kijken. Mijn nek is nog steeds vast, wat ik net al zei, maar gaat wel ietsje beter. Hopelijk komt het goed. Morgen in ieder geval even de huisarts bellen, want het klopt natuurlijk niet dat ik dan duizelig word als ik scheut in mijn nek krijg. Dus goed, in ieder geval dat. Ik ga even masker op doen. En ja, that's it. Toppie. Oké. Okay. Pas de video. Het blauwe masker is eraf. Die heb ik eraf gewassen. En nu heb ik dit gele of gouden masker op. Het is een gold mask. En dit masker is voor droge huid. Om je gezicht gladder te maken. En ik zit mijn masker op te eten. Het glijdt continu naar beneden. Echt irritant. Maar goed, dit masker moet ik dus even op mijn gezicht laten zitten. En ik weet ook niet voor hoe lang eigenlijk. Hij gaat ook over mijn lip heen. Ik hoef hem niet op te eten. Dat is niet nodig. Even kijken, maar hij moet. Ik weet niet hoe lang hij moet.
Het glijdt steeds van mijn gezicht af, dat is zo irritant. Het blijft niet echt zitten. Dat vind ik wel jammer, want hij is wel heel fijn. Even kijken hoor. Vijftien minuten. En de resterende wat op mijn huid zit moet intrekken. Nee, dat is mooi, want ik heb juist zojuist een video opgezet van 15 minuten. Dus die kunnen we gaan kijken. En dan haal ik hem daarna af en masseer ik het in. En dan is mijn skincare wel weer helemaal done. Goed, de maskers zijn eraf. Ik heb mijn skincare gedaan. Ik heb net even koffie gezet. En nog een heerlijk stukje blondie gepakt. Want ik ga editen, ondanks ik pijn in mijn nek heb. En ik bijna niet weet hoe ik moet zitten. En dit plukje haar heel irritant is. Die niet echt weet wat hij wil doen. Ga ik nu lekker editen. Dus dat gaan we nu doen. Ik bedank jullie voor het kijken door deze video. Een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer van me wil zien. En dan zie ik je komende dinsdag bij een nieuwe video. Doeg!